Hallo allemaal, daar ben ik weer met een scrap layout van Paperroses. Tenminste, de kit gebruik ik van Paperroses. Dit is de nieuwste kit, de testkit. En die zit boordevol met mooie papiertjes en embellishments van Paige Evans, Turn the Page. Heel erg leuk, vrolijke layout kun je ermee maken en de papiertjes zijn super mooi. Dit is mijn eerste procesfilmpje, want de vorige keer had ik wel wat gemaakt al, maar ik had er geen filmpje van gemaakt. Dus die hield je nog te goed en dat is deze dus geworden. Nou, zoals je ziet, met mijn fringe scissors heb ik hier een papierstrip van fringes voorzien. Geeft een heel leuk effect op je pagina. Het is net even wat anders dan wat laagjes, maar het geeft toch wat dimensie, zeg maar, aan je pagina. Ik heb hier een foto van mezelf met Mara, mijn kat, naast me op zondagochtend met een kopje thee. Dus zoals je weet, in die kit zit een heel veel met allemaal koffie- en theekopjes. Nou, wat is er toepasselijker om dat te gebruiken bij deze pagina? Ik heb een heleboel van die kopjes uitgeknipt en in de embellishment zitten ook heel veel van die kopjes. En mijn bedoeling was eigenlijk om daar heel veel van te gebruiken, omdat het wel een beetje past bij dat thema. Maar je zult zien, uiteindelijk gebruik ik er toch niet heel veel. Ik geloof slechts maar twee. Ik heb hier achter mijn clustertje zit een glacienzakje. Die heb ik een beetje verfrommeld, zodat het ook net even wat meer dimensie geeft. Ik heb mijn laagjes opgebouwd uit wat elementjes uit de ephemera pack. En een doily die ik ook nog had. Dus dan ben je ook snel klaar. En dat toont heel leuk. Nou, bloemen kunnen natuurlijk niet ontbreken, want volgens mij op elke layout gebruik ik wel bloemen, dus hier ook. En de bedoeling was om de foto een keertje voor de verandering helemaal naar rechts te doen. En dan eigenlijk aan de linkerkant linksbovenin nog een klein clustertje te maken. Dit vlindertje had ik nog over van mijn vorige layout en die kwam nu ook goed van pas. Dat hartje vond ik erg leuk om te gebruiken. En hier zie je de twee koffie- of theekopjes, net hoe je het ziet. Ik heb die kleine kaartjes, daar staat een klein kaartje met The Little Things. En die vond ik wel toepasselijk, want eigenlijk geniet ik hier van de zondagochtend met het zonnetje door het raam. Het is eindelijk een keer droog, poes ernaast, lekker kopje thee en een beetje chillen op de bank. Dus dat zijn de kleine momenten die het hem doen. Dus dat vond ik wel toepasselijk. Dus eigenlijk nog een subtitel bovenin. En dat is het embellishment clustertje wat ik bedoelde. En ik wilde daar eigenlijk ook wat koffiekopjes in verwerken. Maar uiteindelijk doe ik dat niet omdat ik het dan te druk vind worden. Dus het wordt eigenlijk dan zo. Het ingelijste The Little Things en het konijn met de ampersand. Ik vind dat er superleuke embellishments in deze... sowieso in de kit, maar zeker ook in de ephemera pack zitten. Ze zijn vrij divers. Het thema van Turn the Page is eigenlijk nieuwe stappen ondernemen in je leven. Nou ja, dat is niet echt toepasselijk, want ja, dat ga ik nu even niet doen met mijn huis en zo. Maar je kan ze dus ook voor veel andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld, er zitten veel boekachtige quotes en dingen in. Als je bijvoorbeeld van boeken lezen houdt, zou je deze ook goed kunnen gebruiken daarvoor. En bijvoorbeeld een foto van je boek, wat je op dat moment leest en daar iets over schrijven. En dan kun je heel mooi de boekjes die in de kit zitten daarbij leuk gebruiken. Het is dus voor vele dingen toepasbaar. Ik gebruik hem weer eens een keer voor een layout van Mara. Ik zit nog een beetje te kijken. Ik dacht van hoe kan ik dat framepje nou het beste opplakken? Moet ik dat met van die 3D kussentjes doen? Of gewoon met lijm? Want door die fringes komt het al aardig omhoog. Dus ik heb besloten om het gewoon met lijm te doen. Dat plakt prima. En dan het konijn wel wat verhoogd. En die ampersand natuurlijk niet. Want dan kan ik die er mooi onder schuiven. Zo. Nou. Dat is ook klaar. Nog even stoeien met het kopje, maar die komt er toch niet op. Ja, en deze chipboard stickers zijn super leuk. Ideaal om nog hierbij te gebruiken.
Het vogeltje vond ik wel schattig, maar ja, hij past niet echt bij de layout. Dus die valt af. Het vlindertje vond ik ook heel erg leuk. En omdat het rood is, ja, valt het ook extra op. Wat ik altijd doe met deze stickers is de plaklaag eraf halen. Zodat ik er even mee kan schuiven voordat ik hem vastplak. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld, als je embossingpoeder gebruikt, kun je er dus met zo'n zakje antistatisch maken. Dat kun je ook goed gebruiken om het plak een beetje weg te krijgen. Nou, zoals je ziet, het vlindertje zit erop. En ja, het is eigenlijk bijna klaar. Nog maar een keer die theekopjes proberen, maar dat wordt hem niet. Dus die zie je niet meer terug. Wat je nog wel terugziet is mijn Nuvo Drops met glitter. En ja, die zijn super leuk om erbij te gebruiken. De kleur is echt geweldig bij alle vrolijke kleuren van de Paige Evans collectie. En wat ik heb geprobeerd met deze Nuvo Drops is om de hartjes, de hoedveneer hartjes die bij de kit zitten, om die eigenlijk te voorzien van een glitterlaagje. En het is niet alleen een glitterlaagje, het geeft ook meteen een beetje een wat opgebold effect, zeg maar. En ja, het zijn in één keer een soort animal dotjes geworden. Kijk, superleuk. Dus ja, die moeten natuurlijk ook op de layout. Nou, dat is mijn finishing touch eigenlijk. En dan ben ik eigenlijk wel klaar met deze layout. Over het algemeen kwam deze wel vrij snel, eigenlijk vrij snel in elkaar, zeg maar. Ik had nog wel wat twijfels over, dat ik vond dat het te weinig kopjes waren. Maar uiteindelijk ben ik er wel tevreden mee. Dus dit was het. Nou, dankjewel weer voor het kijken. En tot snel. En ik ben benieuwd naar jullie layouts. Doei!